Op naar het miljoen is de podcast waarin wij, Rowena en Melvin, jou meenemen op onze reis naar 1 miljoen euro. We delen wekelijks onze uitdagingen, successen en onze plannen om ons eerste miljoen te bereiken. Laat je inspireren over hoe geld voor jou kan werken door onze eigen ervaringen en successen. En als je denkt, hey, ik zou ook wel mee willen doen, download dan gratis ons e-book Op weg naar je eerste miljoen met duurzame verdienmodellen, zodat je onze strategie kunt doornemen en zelf ook alvast kunt beginnen. Veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe podcast. In deze podcast gaat het over samenwerken met je partner. Is het een vloek of is het een zegen? Nou, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, als jullie ons langer volgen, dan hebben wij samen een bedrijf. En in deze podcast gaan we vertellen van hoe dat ons bevalt en waarom we dat eigenlijk zijn gaan doen. Misschien kan jij beginnen. Waarvoor zijn wij gaan samenwerken? Ja, het was eigenlijk wel heel grappig. Want vorig jaar had jij veel die 1-op-1 klanten nog. Ja. Ja. En mijn bedrijf, mijn eenmanszaak, ging richting 500.000. Ja. En toen dacht ik wel van, we wilden samen wat dingen gaan opbouwen. En ik wilde ook gewoon, ik gunde jou gewoon dat je minder uren hoefde te maken. Mm-hmm. Toen heb ik een keer tegen jou gezegd van, waarom beginnen we niet samen een bedrijf? Dat jij, zeg maar, dat onze bedrijven gaan fuseren. Zo kun jij ook jouw 1-op-1 uren afbouwen. Dus zeg maar die uren die je maakt voor iemand. En dan kunnen wij tenminste werken samen aan grotere verdienmodellen. En jij was ook veel bezig met die affiliate websites. Maar dat stond altijd wel op een laag pitje bij jou. Omdat je veel uren aan het maken was voor die vaste opdrachtgevers van jou. En ik gunde jou wel die meer tijd om uiteindelijk aan je eigen passies te werken. En dat je wel gewoon een doorstroom had van geld. En we hadden ook nog een leuke idee om samen dingen op te pakken. Zoals die affiliate site Secret Academy en de affiliate website. Ja. Ja, wat ik wel grappig vond, en nog steeds vind trouwens, is dat ik ben van huis uit meer technisch een webdeveloper. En doordat ik een eigen bedrijf begon, moest ik me verdiepen in marketing. En bij jou is het eigenlijk net andersom. Jij bent een marketeer die zich verdiept in webdevelopment omdat je een website wilde hebben. Dus daardoor hebben wij best wel onze bedrijven, hebben overeenkomsten. Ik zal niet zeggen grote overeenkomsten. Onze bedrijven hadden, we hebben nu samen een bedrijf, maar we hadden veel overeenkomsten. En dat zie ik ook wel als de belangrijkste reden waarom we samen kunnen werken. Krachten bundelen. Ja, krachten bundelen. Maar we hebben ook op het begin wel wat negatieve oordelen gehad. Van, ga je dat wel doen samen? BV, je bent niet getrouwd. Je hebt geen samenlevingscontract. Van andere bedoel je? Ja, wanneer jullie uit elkaar gaan. Al die doemscenario's, et cetera. Terwijl wij zijn wel van origine vaak meer niet om naar de doemscenario's aan te kijken, maar naar de scenario's van, hey, als we samen de krachten gaan bundelen, kunnen we allebei onze dingen doen. We kunnen veel groter worden. We hebben toch al een gezin samen. Ik bedoel, weet je, dan heb je ook niet die scheve verhouding van, ik werk heel weinig en ik verdien dit. En jij werkt heel veel en je verdient dat, weet je. Nee, want daardoor heb jij ook toch wel de ruimte gekregen. En ik ook de ruimte gekregen om ieder onze ding te doen zonder dat je dit die financiële, hoe zeg je dat, een beetje financiële onzekerheden hebt. Nou, niet zozeer onzekerheid, maar het is wel dat ik maakte meer uren dan jij. En dat, volgens mij vind jij het ook wel fijn dat er meer gelijkheid is. Dat we bijvoorbeeld als we op vakantie gaan, dat we dezelfde dingen doen. Dat je ook meer weet van de ander waar die mee bezig is. En dat je samen aan iets bouwt. Want wij hebben ook vaak als we op vakantie gaan of met elkaar praten, dan krijgen we hele goede ideeën. En dan die werken we dan uit. En dan door het samen te doen, zie je ook, ik bekijk dingen van de andere kant dan jij. En jij kan snel denken van, ik ga iets doen. Terwijl ik dan even denk van, hey, moeten we dit en dat niet doen? En soms zit er ook nog wel eens iets zinnigs tussen. Dus, ik denk dat we dat betreft elkaar wel heel goed aanvullen. Ja, we hebben sowieso dezelfde visie. Ja. Weet je, we willen samen gewoon de investeringen die we doen is gezamenlijk. We hebben allebei, ik weet niet, maar we hebben echt dezelfde denkwijze. Onze neus staan gewoon dezelfde kant op. Kijk, het wederkerende inkomsten opbouwen, zoals passief inkomen, investeringen naar vastgoed of een nieuw bedrijf of beleggen, et cetera. We denken heel erg hetzelfde. We willen allebei heel erg hetzelfde. Dus ik denk, dat ook een van de redenen echt geweest is dat we gingen samenwerken. Ik denk van, we willen allebei hetzelfde. We doen ongeveer hetzelfde. Ja. Waarom gaan we het niet gewoon forceren? Nee, we hebben ook allebei, denk ik, allebei een negatieve ervaring gehad met bedrijf en privé, dat we
ja, dat het wat minder ging. Ja. En daar zijn we allebei bovenop gekomen. En dat maakt ook dat we op een bepaalde manier denken. En dat we bijvoorbeeld met jij hebt het gehad met je 1-op-1 klanten. Ik heb het ook gehad met mijn 1-op-1 klanten. Dat er bij jou viel alles bijna weg. Bij mij viel een derde of bijna de helft van de inkomsten vielen weg. Ja. En dan voel je gewoon hoe kwetsbaar je bent. Dat je, doordat je 1-op-1 klant hebt en iets valt er weg, dat je dat hele grote gedeelte van je inkomstenbron wegvalt. En daarvoor willen wij ons heel erg focussen op kleinere verdienmodellen, maar wel verdienmodellen die misschien niet, waarvan je niet in één keer denkt van, ik verdien meteen 1.000 of 10.000 euro. Nee, ja. Maar die uit kleine deeltjes en die uiteindelijk wel heel veel geld opleveren. En die wederkerend zijn. Ja. Ja, en hoe bevalt ons dat, het samenwerken? Nou, mij bevalt het goed, moet ik zeggen. Ik vind, ik moet wel even een disclaimer zeggen, want we werken niet echt heel erg samen in de zin van, we werken samen aan projecten, of zo, dat doen we allemaal niet. Jij hebt je projecten en ik heb mijn projecten. Ik ben heel erg bezig met mijn membership. Af en toe hebben we samen een projectje met de affiliate website. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige wat we samen doen. Er is echt samen. Ja. Doen we heel veel afzonderlijk van elkaar, maar we hebben wel gewoon, alle inkomsten komen eigenlijk op één grote hoop terecht. Ja. Dus zeg maar in onze BV en onze uitgaven, et cetera. Kijk, ik merk ook gewoon op dit moment over onze uitgaven. Het is niet dat we echt over praten. Of in de zin van dat we dingen overleggen, want er zijn gewoon, we hebben wel zeg maar onze potjes waar we aan ons moeten houden. Maar kijk, bijvoorbeeld nu deze maand heb ik best wel wat uitgaven voor het membership. Maar ja, wij zien ook gewoon wat de memberships, en ik heb op dit moment 2 memberships, die leveren ons ook wel een doorlopend op dit moment 13.000 euro op. En we willen dat gaan opschalen, dus daar hebben we ook bepaalde investeringen bij nodig. En onderling vertellen we wel van, hé, we willen dit en dit gaan doen. Kijk, echt hele grote investeringen, zoals 30.000 plus. Want ja, onder de 10.000 euro, dat ga ik niet meer zo overleggen. Nee, maar ik denk dat we dat betreft ook wel dezelfde visie hebben. Dat we weten dat er geld nodig is om te investeren. Dat er geïnvesteerd moet worden om te groeien. He, soms heb je gewoon een investering nodig. Bijvoorbeeld bij het membership. Daar hebben we gewoon een investering nodig om dat weer naar een next level te krijgen. Ja. En dat hebben we met eigenlijk alle dingen die we doen. Daar gaan we wel nadenken van, hey, we gaan geld opzij zetten of we stoppen er geld in. Met als doel om het groter te maken. Ja, we en maken allebei soms wel gaat het goed. Het gaat niet altijd goed natuurlijk. Hè. We hebben in een podcast of een paar podcasts geleden hebben we het ook wel op de cashcow bijvoorbeeld gehad. We hebben ook flink wat geld ingestopt. Ja. Maar dat levert nog niks op. En dat is ook prima op een gegeven moment. Hè. We proberen het dan bij te stellen. Maar als het niet werkt op een gegeven moment, dan hebben we zoiets van, oké, nu stoppen we ermee. Ja, of dat de ene keer dat ik zei van dat ik bijvoorbeeld heel veel geld had uitgegeven aan kleding en merk en zo. Ja. Kijk, en ik denk wel gewoon om gewoon te blijven communiceren en eerlijk naar elkaar toe te zijn en ook transparant. En wat wel mooi is, wat ik ook wel denk dat onze relatie juist zo goed maakt, omdat we allebei weten dat dingen tijd nodig hebben. Ja. Dus als ik iets tegen jou zeg van, hè, bijvoorbeeld nu met die marktplaats waar ik mee bezig ben, kijk, het zal misschien het eerste jaar misschien helemaal niet zo winstgevend zijn. Maar in plaats van dat jij tegen mij gaat zeggen, ja, zou je dat nu wel gaan doen? En we hebben 3 kinderen en we hebben dit en je hebt dat nog lopen, zou je dat nou wel doen? We remmen elkaar niet. En als jij met een idee komt, zeg ik ook niet, zou je dat nu wel doen? En dit en dat. Ik ben er juist omgegaan, oh ja, doen. En jij ook, van, oh, superleuk, ja, doen. En ik denk dat dat ook wel, want kijk, er zijn ook al mensen die ik spreek, die hebben ook samen een bedrijf, maar die remmen elkaar gewoon helemaal af. Want dan heeft de ene een superleuk idee en dan zit de andere alleen maar aan het kostenplaatje denken, ja. En ik denk wel dat dat echt wel het ingrediënt voor een succesvolle relatie is. Zowel business als gewoon, zeg maar, als relatie zijnde, is dat je elkaar gewoon niet gaat beperken. Nee, maar goed, wij kunnen elkaar ook de ruimte geven. Dat is misschien ook het voordeel. Qua inkomsten dan bedoel ik. Het is niet zo als wij een paar duizend euro investeren, dat we meteen dat we niks meer hebben of zo. Weet je? Ja, dat ook wel. Dus dat is ook het voordeel voor ons. En nou, ik vind het ook wel belangrijk dat we elkaar de ruimte geven om dingen gewoon uit te proberen. Want wij weten veel, maar we hebben zeker niet alle wijsheid in pacht. En soms denken we inderdaad van, nou, dit kan heel goed werken. En soms werkt het heel goed. En soms werkt het niet zo goed. Nee. Of duurt het langer, heeft het meer tijd nodig. Ja, en dat vind ik wel gewoon heel erg fijn. En ik zei net al dat we eigenlijk onze projecten samen hadden. Maar hoe zijn onze taken eigenlijk verdeeld? Nou, niet, denk ik. Niet, hè? We hebben, nou ja, niet officieel of zo. We hebben geen, we hebben niet zo dat we zeggen, jij doet dit en ik doe dat. Het gaat eigenlijk ook wel heel natuurlijk, denk ik. Weet je, als wij samen echt een project oppakken,
Dan gaat het heel natuurlijk van jij doet dit en ik doe dat. En ja, soms zitten we elkaar een beetje in de weg. Dat laatst dan een affiliate website en dan wil jij het op een bepaalde manier en ik wil het op een andere manier. En dan, nou ja, goed, weet je, maar dat is ook Jij gooit de prima. handdoek in de ring en zegt: doe maar. Nou, ik gooi niet de handdoek in de ring, maar Nee, maar je geeft mij dan wel op dat moment zoiets van: weet je, ik ga de strijd niet aan, doe jij maar lekker hoe je het wil. ja, precies. Ja, precies. Nee, maar ik vind ook, nee, maar ik vind het ook wel belangrijk dat je gewoon mensen de ruimte geeft om hun eigen proces te ervaren. Hè? Dat ze kunnen zien van, als jij denkt van, zo werkt het, of ik denk, zo werkt het, nou, laat maar zien dan, weet je wel. Dan heb ik zoiets. En dan heb ik niet zoiets van tevoren, nee, dat gaat niet werken, want, nee. Misschien zit ik er wel helemaal naast, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dus Ja. ik wil het dan wel gewoon zien. Dus dat eigenlijk. Maar ik vind, kijk, bij ons samen werkt het over het algemeen supergoed. De relatie werkt supergoed. En privé werkt het ook heel goed. Wij hebben kinderen samen. En ja, je merkt ook wel dat het daar gewoon heel, heel lekker loopt bij ons. Ja, definieer goed en lekker. Nou ja, ik merk gewoon dat het heel soepel loopt. We brengen de kinderen naar school. Daarna of naar de kinderopvang. We zorgen dat het eten klaar is. Het huishouden loopt ook gestroomd. Net Ja, zoals het dat is bedrijf. ook wel echt, hè? Want we hebben nu laten we taken in zakelijk. Maar wat ik wel heel erg bij jou merk, is van als er boodschappen gedaan moeten worden, ga jij dat niet in mijn moet dit gehaald worden? Jij gaat gewoon de fiets pakken en ga naar de winkel. En ook met koken bijvoorbeeld. Als jij bijvoorbeeld ziet dat ik nog niet aan het koken ben, of ja, weet ik veel, je ziet gewoon dat er gekookt moet worden, dan pak jij het op. En het is niet dat jij ja, in de afwachtmodus gaat staan en denk van, oh, ik wacht wel dat Rowena doet. En je bent gewoon heel erg proactief. Dat vind ik ook wel heel erg prettig. Ja, nee, maar jij ook. We zijn allebei willen we gewoon zorgen dat zowel business als privé dat goed loopt. En we doen de dingen gewoon die gedaan moeten worden. Ja, en ik denk dat dat ook wel gewoon echt heel belangrijk is. En ook voor inderdaad van wat voor een invloed heeft eigenlijk nou dit zakelijk op onze relatie. En ik moet zeggen dat zelfs voordat we deze BV hadden, waren we alleen maar, niet alleen maar over werk gaan praten, maar we waren heel erg bezig over onze visie en over dromen en wat we belangrijk vinden. Dus ik vind ook niet dat er echt iets veranderd is sinds we nu zeg maar samen een bedrijf hebben. Nee. Nou ja, nee. Het is Alleen gewoon alleen dat het in papier nu juridisch, ja, staat op papieren, ze zijn de dingen en veranderd. dat we nu gewoon een BV hebben, et cetera, maar... Nee, in wezen is er niks veranderd. Alleen op papier zijn de dingen veranderd. Alleen, nee, er is niks veranderd. Het is ook niet zo dat wij hebben nooit, nou, eigenlijk nooit ruzie over dingen. Hè? Wat je veel in relaties Ja. ziet, als mensen gaan samenwerken, dat er ruzies ontstaan om. We hebben gewoon grappige kibbelingen. Ja, we hebben grappige kibbelingen, Ik zeker. nooit echt. We hebben echt 1 keer in de 3 maanden zodat er een bom bij ons ontploft of zo. Eventjes, dat er gewoon eventjes even flink even losgegaan wordt. Maar dat is meestal naar aanleiding omdat jij iets gedaan hebt. Nou. Nee, grapje. Nou. Nee, grapje. Maar gewoon, weet je wel, kibbelingen gewoon in de zin van. Maar nooit dat. Soms vragen mensen wel eens: hebben jullie wel eens ruzie over geld? En dan zeg ik echt van. Nee, nooit ruzie over geld. Want ook als er iets betaald moet worden of iets dergelijks. Ja, jij pakt je pinpas of ik pak mijn pinpas. Of ik betaal dit of ik betaal dat. Of, ja, weet je, ik denk ook misschien dat we de luxe hebben. Omdat er gewoon genoeg geld binnenkomt. Dat we daar ook geen ruzie over hoeven te maken. En over onze investeringen staan we echt gewoon gelijk in. Dus we weten waar we ons geld op de lange termijn naartoe willen laten gaan. En waar op de korte termijn niet. En we weten ook, wij vinden vakanties heel erg belangrijk. Dus als, ja, jij kwam aan met zo'n villa in Spanje. Dat we Ja. zo'n halve, bijna de hele maand augustus voor 12K. En dan denk ik van, nou, superleuk, laten we het doen. Terwijl we Ja. net nog een Egypte achter de rug hebben, ook gewoon heel veel duizenden euro's naartoe zijn gegaan. En ik denk wel, omdat wij juist dezelfde ambities hebben en dezelfde dingen willen, denk dat we daarom met geld. Nee, maar we hebben geld ook goed geregeld, denk ik. Wij maken potjes voor al onze uitgaven, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een vakantiepotje. We hebben een uitjespot, we hebben Ja, vaste lasten gaat vaste gewoon lasten. 50-50. Even van hoe ziet het eruit met geld? Nou, wij keren onszelf gewoon een salaris uit. Mag ik het bedrag zeggen of wil je dat liever niet zeggen? Nou, dat is niet nodig. Oké. Okay. Ja, wij keren onszelf een x-bedrag uit. Ieder krijgt gewoon
Hetzelfde. Dus de vaste lasten wordt gewoon door tweeën gedeeld. Dus we betalen allebei gewoon 50-50 de vaste lasten. Kijk, en wat jij zelf aan persoonlijke vaste lasten hebt en wat ik persoonlijk aan vaste lasten heb, dat is up to you, weet je. Je kan het zelf zo hoog of laag mogelijk maken. En ja, onze eigen dingen betalen we ook gewoon met onze privérekening. Bijvoorbeeld als ik naar de kapper ga of zo, of ik ga ergens iets doen, is gewoon allemaal mijn geld. En jij hebt je eigen geld. Het komt gewoon uit de BV. En kijk, zakelijke investeringen, et cetera. Ja, hè, wat ik zei, we hebben deze maand al wat hogere kosten met het membership. Maar goed, het zijn eenmalige kosten. Maar we kijken wel ook wel eens vaker. Hè, bijvoorbeeld gisteren hebben we nog gezamenlijk gekeken naar onze vaste lasten. Dat we even gaan kijken van, hé, waar gaat het geld nu naartoe? Wat zetten we nou ook weer aan de kant voor dit? Wat staat er op die rekening? Hebben we dit nog nodig? Dus we zijn wel heel kritisch ook wel eens van, waar gaat ons geld naartoe? Ja, het is meer één keer in de zoveel tijd. Het is niet dat Ja, het we is niet dat elke. we wekelijks of Nee, zo kijken. klopt. Nee, maar het is wat ik zeggen wilde over die potjes. Dat is gewoon. Dan weet je ook gewoon van hé, als wij uit eten gaan, dan pakken we het uit dat potje. Weet je Ja. wel? Dus dan is er ook. Van tevoren hebben we daar wel over nagedacht hoeveel we ongeveer willen uitgeven. Het is niet zo dat we precies op de komma nauwkeurig dat uitgeven. Nee. Soms is het meer, soms is het minder. Maar dan weten we wel, hebben we wel een richtlijn. Het is niet zo dat je ineens duizenden euro's aan X gaat uitgeven op Y. Nee. Weet je wel? Dus we weten wel ongeveer wat er uitgaat. En ik denk dat dat ook heel veel ruzies scheelt en incidenteel communiceren over ons geld. Dus dan kijken we even naar de vaste lasten, wat eruit gaat. En dan bepalen we van wat gaan we nog wel doen, wat gaan we niet doen. Ja. En dus we zijn er wel heel open over, ook denk ik, over geld. Dat we goed erover kunnen communiceren. Ja, en dus ja, ruzies maken, dat doen we eigenlijk niet echt over geld. En nooit eigenlijk, nooit ruzie over geld. Nee, soms ben ik een beetje koppig of dan heb ik een bui en dan Maar het gaat niet over gaat niet geld. over geld en dan. Ja, als jij inderdaad weer je meldmoment hebt, dan laat ik je gewoon lekker je ding doen. Zoals vanochtend. Ja, zoals vanochtend. Ja, dan weet ik ook gewoon weer. Ja, maar dan is het gewoon. Weet je, dat ben jij gewoon. Weet je, onze karakters is gewoon. Soms is het gewoon even water en vuur, maar niet op een hele slechte manier. Maar ik ben juist heel erg van. Als we op dat moment een ruzie hebben, wil ik het op dat moment gewoon helemaal uitgesproken hebben. En ik wil over praten. Terwijl jij denkt, auf Wiedersehen, ik ga naar boven, ik ga douchen. Ja, dan heb ik gewoon tijd voor mezelf. Of dan ben ik er nog niet aan toe, inderdaad. Dan wil ik gewoon eventjes tijd voor mezelf, inderdaad. En ook bijvoorbeeld op businessgebied merk ik ook gewoon, ik ben heel erg impulsief. Als ik iets wil, dan wil ik het vanmorgen al. En dan doe ik het al. Terwijl als jij dan bijvoorbeeld het doel uitspreekt van ambitie. En dan, niet dat het een slechte eigenschap is van jou of zo hoor, dat wil ik echt niet zeggen. Maar je bent meer doordacht, dus je wil altijd eventjes nog even erop broeden. Terwijl ik als je zegt van, ik heb het in mijn hoofd, maar ik wil het morgen nu uitvoeren. Ja, nee, zeker. Dat is zeker een verschil. Zeker. Maar ik denk dat het elkaar ook mooi aanvult. Dat ik soms kan ik iets vertellen waarvan je denkt, oh ja, het is misschien toch wel handig om dat ook te doen. En nou ja, goed. En soms is het heel handig om gewoon gas te geven, inderdaad. Dat absoluut. En waar moet je eigenlijk rekening mee houden als je samen een bedrijf gaat runnen? Nou, ik denk zoals heel veel dingen in het leven dat je duidelijk uitspreekt wat je wensen en je eisen zijn. En de ander dat hij ook daar rekening mee houdt. Van wat vindt jouw partner belangrijk? Wat wil jouw partner graag? En dat je daar ook rekening mee houdt. En ja, communicatie is denk ik daarin heel belangrijk. Ik denk sowieso dat als je niet. Ik zeg sowieso altijd tegen mensen, als je niet in hetzelfde in het leven staat, zou ik nooit een samen een bedrijf starten. Want als je zeg maar al voordat je een bedrijf gaat starten, irritaties hebt, of dat je elkaar afremt, of dat iemand beperkingen heeft, of die vindt het gewoon niet oké, okay, of die is. Dan zou ik ook nooit zeggen, ga een bedrijf samen starten, want dan wordt het alleen maar erger. Nou, er kunnen wel verschillen zijn, hoor. Dat ben ik Oké, okay, niet echt. misschien niet hoe je hetzelfde in het leven staat, maar kijk. Ja, met business heb je ook gewoon bepaalde doelen voor je ogen. En als dat niet matcht. Nou, ik denk dat eraan ligt wat voor businesspartner je hebt. Als je businesspartner ook je relatiepartner is, dan is het wel anders dan als het alleen maar je businesspartner is. Ja. Kijk, als iemand heel goed is in Nee, maar de. we hebben het nu echt over relaties. Ja, oké. Nee, goed. Maar dat verschil wil ik wel aangeven. Maar ik denk, nee, inderdaad, dan gaat dat niet werken. Dan heb En je als niet. je op dit moment al super veel ruzie maakt over geld, dan wordt het met je business nog erger. Ja, je moet wel rekening houden dat een business kan natuurlijk heel veel stress opleveren. Omdat, ja, er kunnen tijden zijn dat het goed gaat, maar dan kunnen ook tijden zijn dat het minder gaat. Ja. En dan gaat het veel stress opleveren. Dus dan heb je wel die stress van de business, heb je ook in je privérelatie. Dus dat is wel iets waar je
Nou, waar ik zeker rekening mee zou houden, voordat je aan een business begint met je businesspartner. Met je zaken, met je privépartner, sorry. Met je liefde, Met je geliefde. liefdespartner, Ja. privépartner, businesspartner, je hebt Ja. alle partners gehad. Ja. Nee, dat is inderdaad zo. Nou ja, ik kan wel concluderen dat het supergoed gaat. En ik vind het ook gewoon fijn dat we niet. Kijk, we zijn wel 24/7 samen. We hebben samen een kantoor. We zijn samen thuis. Het is echt al op een hand te tellen hoeveel uren we zonder elkaar zijn. Maar ik moet zeggen dat we nog steeds door dezelfde deur heen kunnen. En ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. Want we zijn echt 24/7 samen. En soms kijken we als van mensen te vragen van ja, maar vind je het niet heftig? En ik denk van, nou ja, als Melvin de deur uit gaat, wil ik eigenlijk meteen dat hij terugkomt. Dus ik heb niet zoiets van, oh, hij is gelukkig eindelijk de deur uit. Ik heb altijd zoiets van, hoe laat ben je terug? Hier kom ik echt zo'n aanhankelijk hondje over. Maar ik vind het nog steeds gewoon heel fijn om jou in mijn space te hebben. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is. Want ik merk wel bijvoorbeeld dat jij mij heel erg inspireert, motiveert. Je bent echt een soort van support. Ik merk ook gewoon dat ik alles kan doen wat ik wil doen. Ik merk gewoon als ik het. En bijvoorbeeld, ik krijg weer iets in mijn hoofd, zo'n stom idee wat ik wil gaan lanceren of zo. Dan zeg ik gewoon tegen jou, ga dat doen. En ik krijg nooit van jou te horen, zou je dat wel doen en dit en dat, weet je wel. Dat zeg jij niet tegen mij. Je Nee, zegt exact. van, nou, doen, weet je wel, leuk. Ja. Soms vind je het niet eens interessant, dan denk je, ja, whatever, oké, okay, doe maar je ding. Maar jij beperkt mij nooit. En dat vind ik zo fijn. En dat heb ik gewoon in mijn eerdere relaties niet ervaren. Altijd als ik een super gaaf idee had, kreeg ik altijd de doemscenario's te horen. En bij jou gewoon nooit. Ja, nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat ik mensen stimuleer en jou en de kinderen. Dus ja, weet je, je gaat er niet aan dood, dus probeer het maar gewoon, weet je. Want dan weet je gewoon, ik vind juist belangrijk dat ik dingen jij graag wil stimuleren. Ook Ja. al vind ik het niet leuk, misschien. Ja, of dat je er geen interesse in hebt. Maar Nou ja, als jij ziet van. jij ging shoppen in Parijs, dat wilde je heel graag en dat voelde je overal. Dat je dat heel graag wilde. Dan heb ik ook. Ja, mij interesseert het niet. Weet je, mijn prijsjes op. Maar ja, jij vond het helemaal het einde. En dan denk ik over, ja, Ja, go girl. en toen ik met die marktplaats kwam, ik zeg, ik ga die digitaal. Hij zegt, ja, je zegt, nou ja, leuk, oké, maar ik heb op dit moment andere dingen wat ik ga doen. Ja. Ik zeg, ja, maar ik ga het doen. Dan zeg je, oh ja, wel leuk. En merk wel, op het begin was je totaal niet echt zo heel enthousiast. Maar nu ik wat meer erover praat en het heb laten zien, dan word je er wel wat enthousiaster over. Maar het is ook niet dat je mij erin gaat beperken. Hoeveel geld ga je eraan uitgeven? En hoe ga je erin? Weet je, het is ook niet dat jij dan de hele tijd mij dit op de vingers zit te tikken. Hoe ga je dat dan doen? En van welk geld ga je dat betalen? Weet je, dat voel ik niet. Zo van, dat je helemaal gestikt wordt of zo. Nee, maar ik vertrouw jou ook erin dat je gewoon verstandige beslissingen neemt. Ja, en ook toen Jesse werd geboren, weet je, jij pusht mij niet of iets dergelijks. Nou, ik moet wel zeggen, toen Jesse werd geboren vorig jaar had ik alles gelukkig al goed lopen. Dat er toch tussen de 20 en de 30.000 euro binnenkwam. Maar het was niet zo dat je achter mijn veer aan zat. Wanneer ga je weer werken? Wanneer ga je dit doen? Wanneer ga je dat doen? En dat vond ik wel zo relaxed. Weet je, jij geeft mij de ruimte daarin. En ja, en ook gewoon inderdaad met huishoudelijke taken. Je pakt dingen op en ik hoef niet tegen jou te zeggen van, nou ja, nu wel met die kleren, want je hebt je kleren nog steeds niet opgeruimd in de slaapkamer. Dat ik wel zeg, maar over het algemeen moet ik zeggen van, weet je, af en toe zijn er wel kleine dingetjes, maar over het algemeen pak jij gewoon, ik hoef niet de hele tijd te zeggen, oh, kun je even het vuil wegdoen of kun je even dit doen of kun je even luiers halen. Luiers halen bijvoorbeeld, weet je, jij laat Ja. laatst via bol.com al die billendoekjes. Nou, sorry, ik heb nog nooit een vent gehad. Of die ik kende, die dat ging bestellen. Normaal zijn het altijd de vrouwen die luiers en billendoekjes. En jij bent juist degene die dan naar de Kruidvat gaat en allemaal dingen haalt voor Jesse. Ja. Dus een beetje off-topic dit allemaal. Maar ja, het zijn wel gewoon allemaal die kleine dingetjes wat jij gewoon doet. En ja, daardoor dacht ik ook wel van als wij samen gaan werken, dan moet dat ook allemaal wel goed komen. Ja, voorlopig gaat het nog prima, dus wat Ja, dat we'll keep betreft. you updated na een jaar. Ja, over een jaar zullen we deze podcast nog een keer opnemen. Misschien alleen en misschien met z'n tweeën. Ja. Dat gaan we dan nog Misschien hebben we zien. een single Ja, podcast. Nee. misschien wordt het een andere podcast. Maar ja, dat is een beetje hoe onze werk- en privérelatie op dit moment uitziet. Ja. Voor ons werkt het supergoed. Ja, ook wat iedereen zouden aanraden. Ja, dat ligt een beetje aan de persoon, denk ik. Ja, en waar je staat En waar je en. staat, maar het is superbelangrijk dat je, denken wij tenminste, denk ik, dat je goed communiceert en goed ja, afstemt wat je wensen en eisen zijn aan een bedrijf en aan je privérelatie. Nou, mooie afsluiter. In onze volgende aflevering ga ik het verder hebben over waarom ik meer ga stoppen met begeleiding geven en meer ga focussen op een eigen marktplaats creëren. Dus stay tuned tot de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering.
We hopen dat je genoten hebt van deze aflevering en dat we je hebben kunnen inspireren met onze gedeelde ervaringen, lessen of successen. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je nooit een aflevering mist. En als je zelf aan de slag wilt met duurzame verdienmodellen, waarbij je geld voor jou kunt laten werken en ook zelf op weg kunt naar jouw eerste miljoen, download dan ons e-book Op weg naar je eerste miljoen met duurzame verdienmodellen. Hierin delen we tal van tips en tricks over de verdienmodellen die wij implementeren. Tot volgende week!